We gaan de kinoefening aanleren. Ideaal als je een keer een take moet verwijderen. We beginnen met de touch. Yes. Gooi even een voertje weg om het een beetje leuk te houden. Yes. Voertje weg. Nu ga ik ze in mijn hand laten lopen. Yes. Hier komt het voertje, dus ik voel al meer kin. En ik gooi weer een voertje weg. Ik laat haar in mijn hand lopen. Yes. Voertje erin. En ik gooi een voertje weg. En ik laat haar in mijn hand lopen. Dus je ziet dat ze al wat langer haar kin in mijn hand doet. Nu ga ik kijken of ik het wat kan uit gaan stellen. Ik gooi weer een voertje weg om het leuk te houden. Ze loopt in mijn hand. En ik geef er een voertje. Dus ik voel die kin al komen. En dit gaan we stapje voor stapje uitbouwen. Dat ze haar kin wat langer in mijn hand houdt voordat het voertje komt. En dat deed ze net al. Wat een natuurtalentje. En vrij. Super gedaan.